Goedemorgen en van harte welkom bij deze agrestieviering, deze vrijdag in de 9e week. Morgen zal in de kathedraal van Roermond Pavel, een Pool die zijn priesteropleiding in Limburg heeft gevolgd, gestudeerd op Rolduc, behoren bij de priesteropleiding van het Redemptoris Mater Seminari, hij zal gewijd gaan worden voor ons bisdom. Vandaag de heilige Bonifatius, een van de grote geloofsverkondigers in onze streek, en wij willen op voorspraak van deze grote heilige vragen dat ook Pavel een missionaris kan zijn in onze dagen. En laten we onszelf voeden door het woord van God en door het sacrament dat wij gaan vieren. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen en met uw geest. Laten wij met vreugde de heilige Bonifatius en met zijn metgezellen herdenken. Op deze dag hebben zij door hun geloof de overwinning behaald en zijn zij uit het leven naar de hemel gegaan om voor eeuwig met Christus het koninkrijk te bezitten. Van harte welkom in deze agrestieviering. Bonifatius, een grote heilige na Willebrord en daarvoor na Servaas in het zuiden, was hij degene die in het noorden, in Friesland, niet alleen het huidige Friesland, maar ook in het land der Friezen en een groot deel van Duitsland het geloof heeft verkondigd. Hij was afkomstig van Essex in Engeland, geboren 716. En dan in die 8e eeuw komt hij naar die lage landen. Hij verkondigt het evangelie in een moeilijke situatie. Mensen die Christus niet kennen. Mensen die ook vijandig staan tegenover deze verkondiging. Hij wordt wel eens uitgebeeld met de bijl waarmee hij de heilige eiken omhakte. Heilige eiken. Staan die er niet ook in onze dagen? Zaken waar je niet aan mag komen, taboes, waar je niet over mag spreken. Bonifatius was niet bang om de waarheid te verkondigen, ook als hij uiteindelijk daarom zou worden vervolgd, ja zou worden vermoord te Dokkum. Een man Gods, die het woord Gods heeft verkondigd, bidden wij dat ook in onze dagen het woord van God verkondigd mogen worden. Dat velen er gehoor aan mogen geven. En dat ons land, dat toch al zoveel eeuwen het christendom heeft mogen leren kennen, dit niet mag loslaten, maar er eerder uit mag putten, opdat wij de echte vrede zouden ontvangen die deze wereld niet kan schenken. Om deze agrestie goed te kunnen vieren, vragen wij God en elkaar allereerst om vergeving voor onze tekorten. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Christus, ontferm u. Laat ons bidden.
God, gij hebt door de prediking van de heilige Bonifatius en zijn metgezellen verschillende volkeren eengemaakt in het belijden van uw naam. Wij vragen u op hun voorspraak. Laat ons met instemming volbrengen al wat gij verlangt, om als volk dat op weg is naar het eeuwig geluk, eensgezind te zijn in het geloof en in daadwerkelijke liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, gij echter zijt mij trouw gevolgd. In mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding. Ook in de vervolgingen en in het lijden, zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren? Maar de Heer heeft mij uit alles gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. Blijf gij echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen aan vertrouwd zijt met de heilige geschriften. Daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk. Zo spreekt de Heer. Het refrein van de tussenzang. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers. Toch wijk ik van wat gij verordent niet af. Uw woord berust op betrouwbaarheid. En eeuwig is wat gij rechtvaardig bepaalt. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg. Zij die uw weg lief hebben, leven in vrede. Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt. Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft, want al mijn wegen zijn u bekend. Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Alleluia, 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 alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer. Het is een licht op mijn pad. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus.
Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias zoon van David is? David heeft zelf gezegd, door de Heilige Geest bewogen: de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd. Als David zelf hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Het merendeel van het volk luisterde graag naar hem. Woord van de Heer. Paulus schrijft aan Timotheus, een leerling. Iemand die in zekere zin de plaatselijke kerken zal gaan leiden op het moment dat Paulus verder gaat. Eigenlijk een beetje in de trant van Bonifatius. Bonifatius die, in navolging van de apostelen, het land van de Friezen zal evangeliseren. En Paulus geeft dan raad aan Timotheus. En hij schrijft hem dat er ook vervolgingen en lijden zal zijn. En hij zegt, zoals mij dat is overkomen in Antiochië, Iconium en Lystra, zo zal het ook jou overkomen. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren? Ook Bonifatius zou dit hebben kunnen zeggen. Want als hij op missietocht is, dan is het niet alleen maar met gejuich dat hij wordt ontvangen. Uiteindelijk zal hij zelfs worden vermoord. Maar dan zegt Paulus het volgende. Trouwens, zegt hij, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Blijkbaar is het niet alleen degene die dat geloof verkondigen, maar allen die godvruchtig willen leven. Maar we hebben toch geloofsvrijheid en wij leven toch in een land waar je vrij bent om te zeggen en te doen, te laten wat je wil, zolang je anderen maar respecteert en niet maar buiten de wet gaat. Maar we hebben toch een ontzaglijk grote vrijheid. Natuurlijk zijn er regels waar wij ons moeten houden, ook nieuwe regels, soms 1,5 meter afstand. Maar Allah, dat is allemaal begrijpelijk. Zullen wij nu vervolgd gaan worden? Er is echter een zekere wetmatigheid in ons mensen. En dat is dat wij conflicten graag uit de weg gaan. Want als je een conflict aangaat, dan zul je daar zelf ook onder lijden. En zeker Limburgers met de zachte G proberen ook de zachte weg te volgen. Men zegt hier niet graag tegen ander dat men het ergens niet mee eens is. En men zal ook niet snel iets zeggen waarmee je als het ware ruzie uitlokt. Men zal dat eerder uit de weg gaan. Maar moeten wij altijd zwijgen? Moeten wij zwijgen over zaken die echt belangrijk zijn? Allereerst is er iets wat ervoor spreekt om te spreken, namelijk als je iets heel kostbaars hebt gevonden. Stel je voor, je hebt ergens een schat gevonden en die is zo groot, ja, dat je hem zelf niet eens kunt wegdragen. Terwijl, ja, die schat die heb je gevonden en op een bepaalde wijze is die ook dan ook van jou? Maar zul je niet anderen daarin willen laten delen? Of is alles alleen voor jouzelf? Dan ben je toch ook maar een grote egoïst. Wel nu, als je anderen wil laten delen in het goede, zou je dan anderen niet ook willen laten delen in het geloof? Hoe vreemd klinkt het als ouders bijvoorbeeld zeggen, ja, ik laat mijn kind hemelvrij en daarom leer ik mijn kind ook niet bidden. Dan zeg ik, hallo, je leert je kind niet bidden? Je geeft je kind ook niet te eten. Je leert je kind ook geen taal. Je stuurt je kind ook niet naar school. Je zegt je kind ook niet wat goed en kwaad is, omdat je het helemaal vrij wil laten. Wil je niet dat wat je kostbaar is, het kostbaarste juist als het eerste doorgeven? En zouden wij ons geloof dan als iets onbelangrijks, als iets wat ons privéleven alleen maar aangaat, terzijde leggen? Wat kostbaar is, wil je ook met anderen delen. Maar je mag het zelfs nog omdraaien. Je ziet iemand in nood. Iemand die in die noodsituatie is gekomen, misschien door eigen schuld. Maar zeg je dan, ja goed, dat is je eigen schuld, dat is jouw keuze. Als jij zo hebt willen leven, nou ja goed, dan ga je maar naar de verdoemenis. Of zul je zeggen, ik zet me in om jou te redden. Ik kom naar jou toe. Ik bied je mijn hulp aan. Ook als je die in eerste instantie misschien helemaal niet wilt, maar ik bied je die wel aan.
Omwille van het heil, het zielenheil van anderen. Moeten wij niet spreken over zaken die inderdaad helemaal niet zo gemakkelijk liggen en waardoor wij tegenstand kunnen krijgen? Nederland loopt voorop in wetgeving die niet christelijk is. Wetgeving rond abortus, rond euthanasie, rond LHBT, rond voltooid leven, rond samenleven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel zaken die niet passen of niet meer passen bij ons katholieke geloof. De verleiding kan groot zijn om dan maar te zwijgen. Maar dode vissen gaan met de stroom mee. Levende vissen zwemmen tegen de stroom in. Bonifatius was zo iemand die tegen de stroom in durfde te gaan. En uiteindelijk wordt hij dan onthoofd, beter gezegd, met een zwaar doorklieft men zijn hoofd, op het moment dat hij het woord van God ter bescherming boven zijn hoofd houdt. Dit is het woord van God. Dit laat hij zien. En men slaat het woordstuk en daarmee ook Bonifatius. En Paulus zegt over dit woord: weet hoe gij van kinds af vertrouwd zijt met de heilige geschriften. Daaruit kunt gij wijsheid putten die u leidt tot het heil. En elk door God geïnspireerd geschrift dient om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen. De heilige schrift niet kennen, de heilige schrift dicht laten en terzijde leggen, is Christus niet kennen. Welnu, we hebben het woord van God gekregen. Laten we het openen. Laten we het lezen. En we mogen weten dat wij, zoals Bonifatius, een grote schat in handen hebben gekregen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen van deze tijd. Amen. Leggen wij nu, op voorspraak van Bonifatius, onze gebeden en vragen aan God voor. Voor de kerkgemeenschap, dat zij een steun en toeverlaat is voor ieder die in nood verkeert en bijdraagt aan de eenheid en vrede in de wereld. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de gezinnen in onze parochie en elders, dat zij in eenheid en verbondenheid de christelijke liefde uitdragen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de zieken, dat zij Gods nabijheid en kracht ervaren in moeilijke momenten. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze dierbare overledenen, dat zij mogen delen in Gods heerlijkheid. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En bidden wij voor onze persoonlijke intenties en die van elkaar. Bidden wij ook voor Pavel, die morgen in de kathedraal van Roermond tot priester zal worden gewijd, dat hij op voorspraak van Bonifatius een missionaris mag zijn in ons land, in onze tijd, die niet bang is om de blijde boodschap te verkondigen en dat zijn apostolaat vruchtbaar mogen zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En wij bidden voor onze dierbare overledenen. Heel bijzonder wordt het misover opgedragen voor Jenny Woldendorp, die gisteren de Heer is overleden. Dat zij en alle onze dierbare overledenen thuis mogen zijn bij God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede God, wij danken u voor herders zoals Bonifatius, die ons de blijde boodschap van het geloof hebben gebracht en daarvoor zelfs hun leven hebben gegeven. Geef dat wij deze kostbare erfenis nooit weggooien, maar dat wij werkelijk kunnen leven vanuit het geloof dat hij ons heeft gebracht door Christus onze Heer. Amen.
Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, bij de herdenking van de marteldood van de heilige Bonifatius en zijn metgezellen vragen wij u, laat ons door dit eucharistisch offer met eerbied de dood verkondigen van uw enige geboren zoon, die zijn getuigen niet alleen met woorden heeft aangespoord, maar hen vooral door zijn voorbeeld heeft gesterkt, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Bonifatius en zijn metgezellen hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hogen, gezegend hij die komt. In de naam des Heren, Hosanna in den Hogen. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed, van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven.
Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verhezen zijt. Zijn dood en verrijzenissen, dacht ik God, beden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust. Ook volwachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede, vrede van Christus, vrede van Christus. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Amen. Dit zegt de Heer, wie overwint hem zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen, en met mijn Vader zetel op zijn troon. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Laat ons bidden. Heer, met deze heilige maaltijd mogen wij de zegepraal vieren die gij hebt verleend aan de heilige Bonifatius en zijn metgezellen. Wij bidden u, schenk ook ons die hier het brood des levens eten de genade van de overwinning en laat ons eens als overwinnaars eten van de boom des levens in het paradijs. Door Christus onze Heer. Amen. Morgen. Om 10:30 de priesterwijding van Pavel in de kathedraal van Roermond. U bent daar niet welkom. U zult begrijpen, dit is de enige keer in uw leven dat u krijgt horen. U bent niet welkom in de kerk bij een priesterwijding. Maar er is een grens van 30 personen. En die is natuurlijk al heel snel gevuld bij zo'n priesterwijding. De bisschop, de vicarissen enzovoort. Maar u kunt de viering wel livestream volgen. Via de website van de bisdom vindt u de link.
Hier is uiteraard gewoon om 9:00 een mis en zondag om 11:00. Misschien dat u denkt van ja, dat heeft voorlopig nog geen zin om naar de kerk te gaan, want 30 plaatsen, ja goed, die zijn zo vergeven. Dat is niet waar. Er zijn nog heel veel plaatsen over. Namelijk, iedereen die tot nu toe, de afgelopen week, geen mis heeft bijgewoond, live, die heeft voorrang. Dus als u zich meldt, dan moeten er al 30 mensen zijn die voor de eerste keer nu weer de mis bijwonen. En die zijn er echt niet. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, wees niet bang en meld u aan in uw parochie en vraag, wanneer is er plaats voor mij? Wanneer kan ik weer komen om de eucharistie bij te wonen en vanaf de volgende week ook de communie te kunnen ontvangen? Ik hoop dat u daar gebruik van maakt. Het is fijn dat u deze eucharistie bij kunt wonen, dat u ons kunt zien. Ik kan u helaas niet zien. Ik zie liever, als ik eerlijk mag zijn, een levende gemeenschap om mij heen. Maar het zij, het is zoals het is. Dit is ook een tijd waarin wij nieuwe wegen hebben leren kennen als parochie, om langs de digitale weg het evangelie te verkondigen. Maar we zijn ook blij als we weer samen kunnen komen in de kerk. Na de zegen, 1228, gebenedijd zijt gij. De Heer zij met u en met uw geest. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Gebenedijd zijt gij en onder al de vrouwen zij wie of haar dat zij, eerbiedig aan te schouwen. Gebenedijd zijt gij, o moeder maagd die Jezus draagt, eerbiedig aan te schouwen. Gebenedijd zijt gij, gebenedijd zijt gij, voor eeuwen uitverkoren, gij moeder ook van mij, daar God is uitgeboren. Gebenedijd zijt gij, o moeder maagd, die Jezus draagt, daar God is uitgeboren. Gebenedijd zijt gij.